Dag Chris, in de meeste gevallen levert spaargeld binnen een vennootschap geen rente meer op. En er zijn zelfs al een aantal gevallen waar er een strafrente wordt gehanteerd. Steeds meer bedrijfsleiders bekijken dan ook de mogelijkheden om te beleggen binnen hun vennootschap. Maar dan rijst natuurlijk de vraag, ja, waar moet je op gaan letten? Chris Organ, jij bent expert binnen de Groof Peterkam. Laat ons vandaag eens dat onderwerp in detail bekijken. Je kunt met een vennootschap beleggen enerzijds in aandelen, maar ook in fondsen. En sinds een wetswijziging in de Wet van Vennootschappen in 2018 lijkt het wel zo dat beleggen in individuele aandelen minder aantrekkelijk is. Hè? Klopt dat? Inderdaad, Björn. Sinds 1 januari 2018 is het zo dat als je belegt binnen de vennootschap in individuele aandelen, dat de meerwaardes op die individuele aandelen belast zullen worden. Een tarief van 20% voor de KMO's en zelfs 25% voor de grote ondernemingen. Je verwijst naar een meerwaardebelasting, maar er is ook een uitzondering, zij het onder voorwaarden. Inderdaad, indien jouw belegging voldoet aan de DBI-voorwaarden, dan zal je vrijgesteld zijn van die meerwaardebelasting. Wat zijn dat dan precies, DBI-voorwaarden? DBI staat voor definitief belaste inkomsten en dat verwijst naar de Europese moeder-dochterrichtlijn. Het is zo, als je dividenden opstroomt van een dochtervennootschap naar een moedervennootschap, dat de opstroming van die dividenden bij de moedervennootschap zal vrijgesteld zijn van belastingen, indien tegelijk voldaan is aan drie voorwaarden. De eerste voorwaarde is de participatievoorwaarde. De participatie van de moeder moet minstens 10% van het kapitaal van de dochter bedragen. Of de participatie moet 2,5 miljoen euro waard zijn. De tweede voorwaarde is de taxatievoorwaarde. De dochtervennootschap moet een normaal taxatieregime ondergaan hebben. En ten derde, de permanentievoorwaarde. De moedervennootschap moet de participatie minstens 1 jaar aanhouden als financieel actief. Een van die voorwaarden is dus een participatie van minstens 10% of 2,5 miljoen euro. Dat lijkt mij voor een KMO geen evidente zaak, maar daar heeft de financiële wereld wel een oplossing voor bedacht, onder de vorm van een DBI-fonds of een DBI-BVEC. Wat houdt dat dan precies in? Wel, een DBI-BVEC is, of DBI-fonds is eigenlijk zoals een gewoon aandelenfonds, een selectie van aandelen die de overtuiging van de beheerder van dat fonds weergeeft. Maar met die verstande dat een DBI-fonds jaarlijks minstens 90% van haar netto-inkomsten moet uitkeren. De netto-inkomsten, dat zijn de meerwaarden die het fonds realiseert, de dividenden die het fonds ontvangt, na aftrek van de kosten van het fonds. Nu, dat maakt dat je als DBI-belegger in sommige jaren grote dividenden zal ontvangen en in andere jaren misschien weinig of geen dividenden zal ontvangen. De meerwaarde die je realiseert als DBI-belegger op dat fonds, die zullen vrijgesteld zijn van belasting. Met een belangrijke nuance, die vrijstelling geldt maar ten belopen van het vrijstellingspercentage. En waarover gaat dat? Een DBI-fonds kan beleggen in een bedrijf dat misschien geen normale taxatie heeft ondergaan. Dat is op zich geen probleem, maar het stukje van de meerwaarde dat gerealiseerd wordt op dat bedrijf zal niet vrijgesteld zijn van belasting. Een andere nuance, een technisch element als je belegt in DBI-fondsen, is dat een DBI-fonds op het moment dat een dividend wordt uitgekeerd ook 30% roerende voorheffing moet inhouden op dat dividend. Maar die roerende voorheffing zal je een jaar later binnen de vennootschapsbelasting kunnen recupereren. Chris, een laatste vraagje. Kan een bedrijf eigenlijk zijn volledige liquiditeitsoverschot beleggen in een DBI-fonds of een DBI-BVEC? Of zijn daar beperkingen op? In theorie kan dat. Maar ook hier twee belangrijke nuances. Enerzijds moet je toch een beetje rekening houden met het beleggingsprofiel van de vennootschap. Het is niet omdat het fiscaal interessant is dat je al je centen moet investeren in aandelen. Je moet ook een beetje kijken naar je eigen risicoappetijt, risicoaversie. En een tweede nuance is toch voor KMO's dat je moet rekening houden met het verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting. Als KMO kan je daarvan genieten, maar je mag een maximum percentage beleggen in aandelen. Namelijk de helft van het kapitaal en de reserves op het einde van het jaar. Die grens van 50% mag je niet overschrijden, want anders zal je niet meer genieten van het verlaagd tarief. Dankjewel, Chris Organ, voor al jouw tips en uitleg. Met veel plezier, Björn. Altijd welkom.